uit haar raspelbeen. Uit haar raspelbeen. De Peanut Collie. Een applaus, mensen. Voor deze schitterende raspelbeen. Uit rasgroep 2, de Boemmastiff. Van deze grasgroepwinnaars zijn zelf gefokt door de eigenaar. En de hoogst geplaatste in volgorde van de zelf gefokte, die ontvangt deze trofee die ik hier in mijn hand heb. Het is de beste zelf gefokte, ontvangt deze trofee. Dat zijn er vier van deze.
de Bulmaster. Engelse setter, catalogus nummer 288.
nummer 445. Die gaan tekenen, ja, een keer rond en dan achter. Anne, kom en doorlopen. En opleiden, opleiden. Hou ze gelijk niet achter het podium hier, en dan zien ze het niet. Even terug, zo ja, een beetje verdelen. Goed zo. We gaan plaatsen. De Kerry Blue naar 10. De Beagle naar 8. Engelse setter naar 7. Afghaanse windhond naar 6. Een vierde kwalie. Naar 5. Naar de vierde plaats gaat de Laza Afso. Karelische benen nog een top 3. En dan hebben we nog
En die maken een rondje.